nou is de boek eindelijk uit. Ja. Nou, eens kijken. Je hebt een aardige slurf, hij is alleen een beetje droevig en mag wel wat opgewekter kijken. Begrijp je dan niet dat je door hem te vernederen mij ook vernedert? Wie is goed? Voor wie is dit nou de meest vernederende situatie? Mijn vrouw staat op het punt om met een wildvreemde jonge bed in te duiken en begint dan nog een klaagzang over hoe vernederend dat voor haar moet zijn ook. Voor wie is het mij te verplaatsen? Ik moet het allemaal maar aanzien. En wat voor geheim verbond ben je trouwens met hem aangegaan dat je hier zijn zogenaamde vernedering zou aantrekken? Is het niet een beetje voorbarig? Jullie hebben elkaar nog niet eens een kus gegeven. Hé, Eddie, zou je aanstaande gelieten niet het hof maken? Kus. Ik wil hem niet kussen. Want je wilt het voorspel zomaar overslaan. Je wilt dat je me zomaar pas voor meesteed. Is dat niet wat kaal? Het is geen afwerkplek, hè? Je wordt hier toch niet betaald? Als je er niet van geniet, dan hoeft het allemaal niet. Geen kus is prima, kan jullie ook niet dwingen. Kunnen jullie spontaniteit ook niet remmen? Bodan, wat wil je nou? Ik wil helemaal niks. Ik wacht tot het verlangen zich openbaart. Als dat niet gebeurt? Ja, maar het gebeurt toch. Dat is toch heel menselijk? Ik zou het hoogst merkwaardig vinden als het niet gebeurde, jouw kennende. En Eddie ken ik dan nog niet zo lang, maar als mijn mensenkennis me niet bedriegt, dan... Eddie? Kom eens hier, geef me... Geef me je hand, het is... Ja. Ja, dat gaat toch zo niet hier? Ja, wat dan? Ja, weet ik, in de badkamer? Ach, jullie willen mij er niet bij hebben? Ja, als jullie dat er wat meer opwindende gedachten vinden, voor mij is de lol dan wel een beetje af. Nee, maar ik wil, jou niet teleurstellen, want kom, Eddie, we zullen nog eens een poging wagen. Nee, ik wil de klever even, jullie hebben niet meebeleven, zeg. Ik gevoel niet de minste behoefte mij aan een buitenechtelijk liefdesnestje te vergapen. Jij denkt zeker dat ik mij aan dit schouwspel wil verlustigen. Ik vind het walgelijk. Ik offer me op voor de pleziertjes van mijn vrouw. Mijn gevoel staat hier buiten. En natuurlijk voel ik van alles. Jaloezie, walging, vooral walging. Ik walg van mezelf en ik wil dat ook jij van me walgt. Ik wil dat je van me walgt terwijl je van hem geniet. Want jij bent pervers. Heel goed, dat is precies wat ik bedoel. Een opgesolomieten naar die badkamer allebei. Je komt er niet uit voor je klaar bent met die knaap. Kom maar. Ja, maar... Ik hoef mezelf toch niet te herhalen? Kom nou maar. Ben je bang voor hem? Ik ben hem trouw.